Een hele goeie morgen, deze morgen. Het is vandaag maandag. Ik heb helemaal zin in deze week. Ik ben helemaal positief. Oh mijn god, vandaag gebeurde er dus een wonder vannacht. Ik gaf Roman voeding om ongeveer 2. Hij werd wakker om 6:45, zoiets. 36, 45, anyway. Hij heeft dus bijna 5 uur, wordt het dan? Ja, bijna 5 uur geslapen achter elkaar. Dus de allereerste keer in 4 maanden dat dat gebeurt. 4 uurtjes heb ik wel eens gehad, maar 5 niet. En ik dacht echt, ik ging gelijk naar hem of alles oké was. En hij was gewoon hartstikke oké. Echt heel vreemd, maar ik heb dus geslapen. Hartstikke blij mee. Heel positief. Ik ben een heel ander mens. En vandaag wel een beetje een zijdag. Ik moet even deze vlog editen. Of tenminste de vlog van vorige week. En 2 andere video's editen. En dus het wordt een beetje zo'n edit dagje vandaag. Even een klein stukje reality. Ik weet niet zo goed. Ik heb geen excuses. Ik heb geen smoesjes, niks. Maar dit moet vandaag opgeruimd worden. En de kast ziet er ook niet echt meer uit. Nee, het ziet er niet meer uit. Nou, we hebben weer eens een heerlijk verrukkelijk lunch. Is dat eigenlijk? Vertel eens even wat het is, Ahmed. Dat vinden mensen heel leuk om te weten. Het is brood van walnootbrood. Ja. Dubbel saus. Met ei. Dat is dan maar. Wat? Eerst on today's menu. Asian food. Wat is het eigenlijk? Een mengelmoes van Aziatisch eten. Lekker. Ja. Wat is nog? Broccoli en sugarsnaps. Sugarsnaps. En wat voor vlees is dit? Diamantas. Oh mijn god. Echt lekker. Dankjewel, schatje. Het is helemaal vies gemaakt met modder. Hoor je wat ik zeg? Hey, vlog 5 staat bijna online. En ik heb precies niks gedaan vandaag, want ben ik donker. Helemaal nada gedaan, behalve de vlog geëdit en alleen maar bezig geweest met The Little One. Nou, op vlog 5, waar hadden we het over in deze vlog? Ik had het alleen maar over mijn kale plekken. Waar ging deze vlog nog meer over? We zijn dus een rondje gaan wandelen. Hij viel eindelijk in slaap in zijn kinderwagen. En toen we thuis kwamen, werd hij gelijk weer wakker. En nu is hij klaar wakker. Hij wil ook niet drinken. Kindje slaap. Naar buiten lopen. Ik vind Oreo's dus echt vet overhyped. Behalve deze. Vind ik dus heel lekker double cream. Ik heb vandaag helemaal niet veel gegeten. Ik vind dat ik dit verdien en mag. Nou, niet verdien, maar gewoon mag. En dan gaan we aan het appen. Want vrienden van ons worden een beetje boos dat wij zo lekker eten elke keer. Nou, dat jij zo lekker eten maakt elke keer. Oh, let niet op de troep achter mij. Maar good morning. Het is vandaag... oh mijn god. Hé, het is wel een pakketje. Oh, snel, ik ben afgeleid. Volgens mij is het vandaag dinsdag. Ik ben zo in de war. Maar ik dacht, wij gaan even naar Amsterdam. Ik denk, voordat ik even ga, laat ik heel snel even mijn outfitje zien. Niet heel bijzonder, maar mango boots. Die heb ik er voor de verandering even niet, zeg maar, de broek niet in mijn boot gedaan. Legging van Revolve, een beetje zo'n glanslegging. Volgens mij is het blouse van H&M of Zara, geen idee. Dit is van Storage. En dit is van Mango. En dit is een vintage Louis, wat ook prima fungeert als een... Nou, wij zijn onderweg naar Damsco en Ahmed gaat naar Change Laser om te laseren. Ik heb dat echt gemist, hè. Ik mag nog even niet tot ik stop met borstvoeding. Daar heb ik er heel veel zin in, maar ik moet ook zeggen dat het, ja, voelt onder mijn oksels. Het is echt niet meer nodig eigenlijk. Mijn snor nog even, een paar keer. En mijn benen nog even een paar keer. Hele dikke wangen gekregen, Jochie. Hé, hey, ben je nog zo moe? Ja. Een stukje van 20 minuten ben ik al helemaal dood op. Kan toch echt niet? Ik ben gewoon moe. Oh, oud omaatje die aan de bloemen gaat ruiken. Schattig.
Nou, we zitten bij Ted's en ik heb op aanraden van Monica de Philly cheesesteak besteld. En zo werkt het als je moeder bent. Nog bijna niks gegeten en paar heeft het al op. Hoi, kwijlie. Kijk, allebei onze haren. Nou, ik denk dat ik, hoe lang ben ik bezig geweest om met hem in slaap te krijgen? 2,5, 3 uur. En ik hou mijn hart vast als hij niet wakker wordt. Maar ik wil even iets laten zien wat ik bij Donnie heb gekocht. Je moet mij laten zien. Wat? Hoezo moet ik jou laten zien? Ik ben mijn vader. Oh, dit aan jou laten zien? Ja, dat komt zo wel, schat. Nou, oh ja, dit is de bon natuurlijk. Dat was erg. Ik dacht dus dat dit PR was. Automatisch. Ik dacht, oh, ik heb een brief ontvangen. En dacht ik, oh nee, ik wil gewoon niet kochen. Aardig leuk hoor, ik vind het helemaal schattig. En dan moet ik zeggen dat ik bijvoorbeeld, ja, ik koop de meeste dingen bij H&M, Zara standaard. En Helenkje vind ik ook heel leuk. En Mini Rodini vind ik leuk. En Conga Schleutsch of zo. Maar, dit zijn de wat duurdere merken. Maar ik merk dat als ik H&M of Zara koop, dat hij het maar echt heel kort draagt. Terwijl hij dit soort merken wat vaker draagt, omdat het 6 tot 12 maanden is of 0 tot 6 maanden. Dus je kan het oversized dragen en dat soort dingen. Maar bij ja, een H&M of een Zara is het gewoon groot, is gewoon echt groot, weet je wel. Nou, ik zal het eens even laten zien. Kijk je mee, wie? Kijk je mee? Wat is dit? Ja, te leuk, toch? Ik vind het echt zo'n beetje zo'n Marokkaans dingetje lijken. Met dit broekje. Deze had je ook in donkerblauw, maar ik vind deze kleur denk ik leuker. Zie ik al voor je? Eigenlijk is het wel te horen. Nee, met schoentjes. Hier zijn de schoentjes. Voor in de zomer. Dus zo'n setje, hoe leuk. Toch? Dit setje dan. Ik kan niet zo heel goed laten zien met deze. Dat broekje. Zo erbij. En... schoentjes. Dit is ook te schattig geworden. Dit zat, volgens mij had dit zo opgehangen als setje. En dan doe je dit vest eroverheen. Kan ook weer met deze schoentjes. Maar dit is echt leuk. Dat is echt zo'n, zie je echt zo'n luier dingetje ernaast. Echt heel cute. En dit vest kan overal bovenop. Dus ja, als het koud is, dan gewoon een vestje erbovenop. Maar dit kan ook weer met dit vest. Je kan echt super veel combi's maken. En als laatste setje heb ik een heel mooi t-shirtje. Beetje, ja, grijzig, lichtgrijs. Met zo'n broekje. Ook echt te cute geworden. Schattig, hè? Heel erg leuk. Ja, en dat was hem eigenlijk. Het is 3 setjes, maar je kan wel echt alles een beetje met elkaar combineren. Echt heel leuk. Ook mooi stofje dit. Lunch Amsterdam. Amsterdam. Oh, heb je thee gezet? Oh, you are the sweetest husband in the world. Morgen is het woensdag. Ik ga niet zeggen wat ik ga doen. Zogenaamd heb ik allemaal doelen voor mezelf. Maar ja, dan loopt de dag heel anders. Dus... zie jullie morgen. Zo, een hele goede morgen. Vandaag is het woensdag. En volgens mij is het echt al zeker 12 uur geweest. Oh mijn god, 1:15. Nou, ik heb vandaag echt zo goed als niet geslapen. En meer omdat ik me de hele tijd druk maakte over... ja, waarom hij elke 2 uur wakker wordt. Niet dat ik me druk maak omdat ik het moeilijk vind of zwaar vind. Het is niet makkelijk, zeker niet. Maar ja, het is ook niet zo dat ik denk, goh, ik struggle vet erg. Alleen, het is wel eens meer dat ik dacht, doe ik iets verkeerd? Dat hij elke 2 uur wakker wordt. Voelt hij zich veilig genoeg, geborgen genoeg, blablabla. Geef ik me genoeg drinken? En nu is het zo dat ik een keer naar Antwerpen ben geweest bij een osteopaat. Toen was hij nog maar 3 weken. En toen sliep hij echt weer heerlijk. En hij had ook veel minder last van krampjes op een gegeven moment. En zij heet Anja trouwens op Instagram.
heet zij Happy Baby Coach. En ik vind haar echt super, super goed. En haar visie past ook helemaal bij mijne. En ja, dus ik had haar cursus besteld. Allereerste cursus van 0 tot 4 maanden, geloof ik. Daar heb ik heel veel aan gehad. En dat zegt eigenlijk al alles over reflux en huilen. Nou, echt alles wat je kan doen en alles wat je wil weten als je net moeder bent. En van de 4 maanden tot en met 4 jaar gaat het dus om zelfstandig en liefdevol kunnen slapen. Zoiets heet het volgens mij. Ik zal de cursus even hieronder linken. Gewoon puur uit liefde, omdat ik het zo goed vind. En dus ik had hem gisteren aangeschaft. Gisteren in de nacht, 2 uur lang dat geluisterd. Maar ik moet nog echt, ik ga vandaag de hele dag die cursus volgen. Super interessante dingen en dingen waarvan ik nu al denk, oh, dat doe ik dus niet goed. Of dat kan ik beter doen. Of als ik dit doe, dan heeft dat dus een zulke gevolgen. En soms weet je het gewoon niet, weet je, je doet het altijd uit liefde natuurlijk. En waarom ik het toch wel heel fijn vind, is omdat het nog steeds heel liefdevol is. Dus niet, ja, ieder zijn ding natuurlijk, maar een baby laten huilen is dan, gaat dan weer tegen mijn natuur in. En ja, gewoon dat hij zich geborgen en veilig genoeg voelt en geliefd genoeg voelt. En hoe wij hem daarin kunnen sturen, als het ware. Ja, weet er ook mee. Wie is dat? Waar ben jij? Oh, kan je wangen wel opeten. Kleine Calimero. Kleine Calimero. En ik heb vet honger. Ik heb niks gegeten. Ik hoop dat Achmed zelf terugkomt. Anders heb ik gewoon broodje hagelslag. Hè? Nee, mama gaat gezond doen. Mama gaat gezond doen. En ik ben ook al inmiddels 1,5 kilo kwijt. Dus nu nog. Nou, ik zeg elke keer nog 5 te gaan. Nog steeds 5. Liefst 10, maar we beginnen bij 5. Eigenlijk gewoon een moment zoeken om eens goed ontladend te kunnen huilen. Ontwikkelingspsycholoog Aleta Solter spreekt van het... Jongens, ik kan vandaag gewoon niet meer. Ik ben zo moe. Echt gesloopt. En het is natuurlijk ook wel mijn schuld dat ik ben vet laat gaan slapen. Omdat ik die cursus aan het bekijken was. Maar ja, had ik ook natuurlijk gewoon een andere keer kunnen doen. Maar ik wilde zo graag... Ik vond het zo interessant, dus ik wilde het zo graag zo snel mogelijk weten. En nu dacht ik, weet je wat, ik moet gewoon even naar buiten. Misschien dat dat helpt. En toen dacht ik, shit, die kinderwagen ligt nog in de auto. En ik heb gewoon letterlijk geen energie en puf om naar de auto toe te lopen om die kinderwagen op te zetten. Ik kan gewoon niet meer. Vandaag heb ik echt, misschien wel de eerste keer in 4 maanden dat ik zo moe ben. Oh, mijn rug is naar de kloten. Want hij vindt alles prima. En het hele huis is zo'n dikke, vette zwijnenstal. Ik word helemaal depri als ik daar kijk. Ik word helemaal depri van die moeders. Die wil ik bijna ontvolgen. Die gewoon alles voor elkaar hebben. Dan denk ik, hoe dan? Wat doe ik verkeerd? Behalve dan laat naar bed gaan. Ik begrijp echt niet hoe ze dat doen. Het hele huis is niet normaal schoon. En dan hebben ze ook nog eens gekookt. En ook niet een beetje gekookt, maar gewoon een vette 4-gangen menu. En hebben ze hun werk gedaan. Baby ligt op tijd op bed. Dan denk ik, ga weg allemaal. Ga weg. Ik begrijp echt niet hoe ze dat doen. Of het is gewoon Insta dat het zo lijkt of zo. En nou vind ik het moederschap eigenlijk helemaal niet echt zwaar. Ik vind het ook niet heel makkelijk, maar ik vind het ook niet mega pittig. Maar ik vind moederschap en. Vind ik wel echt, dat ik echt denk, hoe dan? Zeg maar, ik kan alleen moederschap nu aan. Verder heb ik geen focus voor niks. En dan heb ik nog een hele chille jochie. En laat staan dat je een huilbaby hebt. Of een hele actieve baby. Of whatever dan ook. Ik ben ook nog aan een gezond soort van, nou niet dieet. Maar gewoon even een beetje op mijn eten letten. Maar dan op zulke dagen wil ik alleen maar onzin vreten. Ik heb gewoon zin in... Oh mijn god, ik heb echt zin in een lekkere donut met een vulling in die gele room. Banket bakkersroom. Tompoes. Bananensoesjes. Frietjes van Mac. Je hebt het alsnog zo lief voor mama. Oeh, jongens, wat gaan we dan doen? We zullen gewoon tv kijken en gewoon helemaal niks. Fuck het hele huis. YOLO, echt geen zin. Hij ligt eindelijk op bed.
Hij sliep zelfstandig, dus zeg maar, ja, zonder mijn hulp, wel nog met speentje. Maar ik dacht, ja, ik ben daar nog lang niet bij die cursus. Maar ik heb het al een soort van, ik ben nog niet eens bij hoe, maar meer het waarom. Waarom het zo belangrijk is om toch enigszins zelfstandig te kunnen slapen. En, oh, dat is mijn zusje. Mijn zusje zei, ik kom wel een andere keer, want jij lijkt heel moe. Zei ik, nee, als je zo graag wil komen, kom gewoon lekker. Hoi meid. Hey. Wat zie jij er goed uit? Oh, is je winkjes anders? Ja, ik heb mijn winkjes niet gelijmd. Nee. En, wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk. Lijkt het niet op een tattoo? Nee. Nee, ik vind het wel leuk mooier? Met blond haar. Met sommige looks, denk ik. Ik denk het ook. Ik voelde me wel een beetje... Hey guys. Je ziet er goed uit, meisje. Dankjewel. Hoe vind je het van mijn outfit? Ja, en mijn look? Ik weet niet hoe je... Ik heb vet veel moeite gedaan om hem te laten slapen. Ja. Ja, dag. Ik heb vet veel moeite ervoor gedaan. Oké. Ik dacht dus dat je mij zou helpen. Of zou oppassen. Nee, dat moet ik jou niet zeggen. Ik kan even niks hoor. Ik moet even liggen. En ik ben uiteindelijk een cappuccino voor jou aan het maken. Ga jij maar even lekker zitten. Dat zei ik niet. Ga lekker opruimen. Heerlijk. Nou, prima. Ja, uit beleefdheid. Zodat jij zou zeggen, nee joh meid. Jij hebt vast niet geslapen. Ga jij maar zitten. Ik doe het wel. Oh, Sissy, mag ik een beetje jou? Dit is echt Ahmed's specialiteit. Zo lekker met parmezaanse kaas. Parmigiano. Rucola en ja, weer champignonroomsaus. Maar een heel ander soort champignonroomsaus. Het lijkt nu alsof je elke dag champignonroomsaus, maar dat is het niet. Een soort van ander pasta champignonroomsaus. En mijn zusje is gezellig mee eten. En het is weer zover. Hé, hey, zo krijg je flappies. Wacht. Ja. Ik ben inmiddels al zeker 2 uur bezig om hem in slaap te laten krijgen. En ik denk dat ik nog wel even nog 2 uur bezig ben. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Het is al rond 1 uur. Ik ging gisteren voor het eerst naar bed om 10. En ik denk dat ik sliep om 11 en ik werd weer wakker. Of nou ja, ik werd natuurlijk tussendoor wakker in de nacht. Maar weer wakker om 10 of om 10:30 zelfs. Dus ik heb echt heel veel slaap ingehaald. Ik voel me echt helemaal goed vandaag. En volgens mij is het ook heel lekker weer. Maar ik denk dat we er misschien niet helemaal van kunnen genieten. Want ik had denk ik al gezegd dat we een weekendje weg hadden geboekt. Het Pinksterweekend. Maar het weer zou... Ja, het ziet er nou uit alsof het heel slecht gaat zijn. Dus vandaar dat ik even dacht, misschien kan ik het omboeken. Maar dat kon toch niet. Dus ik dacht, nou, dan maken we er gewoon wat leuks van. En ik hoop, want het weer wordt echt slecht voorspeld, vind ik de laatste tijd. Dus ik hoop dat die app er gewoon naast zit en dat het heel lekker weer is. Wij gaan naar een heel leuk Airbnb, zal ik wel laten zien, dicht bij Zandvoort. En dus ja, vandaag het hele huis opruimen. Van deze nagels doen, dat kan echt niet meer. Deze vaas heb ik gekregen van Gina Tricot. Dat is echt niet normaal mooi. Bewaren voor mijn nieuwe huis. Die ik nog niet heb gekocht. Maar echt prachtig. Veel te groot voor hier, maar ik wil het gewoon even laten zien. Nou, ik heb dus kleding gekregen van Gina Tricot. En dit is voor een campagne op Instagram, niet op YouTube. Maar echt niet normaal fijne joggings pakken. Dit is een witte toevallig. En ik heb hier deze twee, vind ik ook heel leuk. Je zult het wel zien op mijn stories maandag. Dus als jullie deze vlog zien, is die waarschijnlijk dezelfde dag op mijn stories. En even over die broeken. Dit is trouwens een maat 40. Hij is wel te lang, maar goed, dat moet ik dan even laten maken. Deze broeken zijn echt niet normaal, want ze zijn super strak bij je waist. Maar mijn benen passen er wel in en dat gebeurt echt bijna nooit. Dus of mijn benen passen erin en het is hier veel te wijd. Dan zie je aan de achterkant boven je ass, zeg maar, zie je dit nog helemaal zo wijd. Maar nu is het echt super strak hier en wijd hier. Waardoor je zo'n hourglass veer krijgt. Echt een aanrader en ook echt heel fijn. Ze vallen wel, ja, ik heb zeker een 38-40. Maar ik zou dan, als je twijfelt, zou ik dan een maatje groter doen. En ook echt mega betaalbare basics. Lijkt wel een campagne dit. Ik ben echt oprecht heel enthousiast.
En dit is een broek. Dit is premium quality. Dit is wel echt leer. Dus deze was zeker wat duurder. Maar echt die jogging dingen en zo. Heel fijn. Echt een aanrader om te kijken bij Gina Tricots. Even kijken wat ik dat merk ergens zie staan. Zodat jullie het kunnen checken. Ja. Nou, hier. Oh, 3 voor 2 ook nog. Dit is het merk. Ben jij wakker? Ja? Van je derde hazenslaapje. Piep, piep. Mijn idee, maar Achmed heeft het uitgevoerd. Wat is nieuw? Gegrilde kippendijen met pandanrijst, kikkererwten, Thousand Islands sausje, champignons en knoflooksaus en rucola. Yummy. Bon appetit. Ja. Ik heb een soort nieuwe skin device. Het heet Nuface. Niet gesponsord, wel gekregen. En ik hoor hier niet normaal goede verhalen over. Echt, toen ik dit op YouTube ging kijken, zag ik echt before en after qua gezichtsvorm. En ik dacht echt, wow. En ook echt wel mensen die ik echt vertrouw en echt jarenlang volg. Dus ja, wel echt reviews waarvan ik denk, dit zal wel kloppen. Niet gesponsord en zo. Dus ik ga het voor het eerst proberen. En dit zorgt er dus blijkbaar voor dat je alles wat strakker eruit ziet. Dus kaken, jukbeenderen, fine lines. Ja, je kan het ook op je hals doen. Maar het is een soort van facial treatment-achtig iets. Dus ik ga dit nu proberen. Het gekke is wel, ik heb hem gekregen, volgens mij is het een Engels merk. En ik kreeg een Engels stopcontact, of noem je dat? Oplader. Maar goed, gelukkig heb ik nog wel zo'n internationaal ding thuis liggen. Dat is ook wel gek, maar misschien dat het omdat het via PR ging, dat ze daar niet op hebben gelet of zo. Ik ben trouwens vandaag, oh mijn lens is echt vies, 3 uur lang bezig geweest om hem te laten slapen. Zelfstandig. En het is me een soort van gelukt voor het eerst. Hij ging echt helemaal vredig slapen. Wel duurde al freaking lang. Maar goed, ja. Ik ben al lang blij dat het enigszins gelukt is. Ik ga eerst even mijn gezicht wassen. Oh ja, en dit moet je dus met deze gel gebruiken. Dit is de Gel Primer. Hydrating Leave-On Formula. Moet dus echt blijkbaar met dit. Ik heb trouwens nog helemaal niet gekeken hoe duur alles is. Maar volgens mij is dit device, heb je ook een kleine versie van. En volgens mij heb ik die van, weet ik niet, 200 of zo, 250, ik weet het niet. Maar, ja. Maar je moet het dus wel, om verschil te kunnen zien, moet je dus wel elke dag moet je dit 5 minuten doen. En op zich heb ik daar wel tijd voor, 's avonds voor ik naar bed ga. Maar ik ben ook zo iemand die het even 2 weken lang echt super strikt doet. En daarna weet ik niet eens meer of van het bestaan van dit ding. Oké, volgens mij druk je op. Volgens mij is het heel simpel. Je drukt hier op. En dan wacht je op de eerste piep. Als het goed is. Ja, en dan ga je. Oh my god, dit voelt best wel raar. Oh my god, dit voelt echt best wel raar. Oh nee, piep en dan pas. Denk ik, shit. Doe niet goed. Oh, auw. What the fuck? Dit is gewoon pijn. Oh my god, ding. Sorry hoor, ik krijg hier. Wat? Ik krijg hier gewoon schokken van. Ik zag ook dat iemand zo deed. Auw. Kan toch niet goed zijn, jongens. Dit. Auw, dit kan toch niet goed zijn. Doe ik iets verkeerds of zo? Echt normaal. Nou, ik wil eindelijk dat ik iets had gezien. Normaal gesproken heb ik hier fillers. Hier en hier. Nee, met borstvoeding gaat dat dus niet. Dus ik dacht, hey, ik heb eindelijk een apparaat wat een soort van mijn huid gaat verstevigen. Op een natuurlijke manier. Oké, wacht. Ik wil toch nog een poging doen. Ik heb de gel. Ze zeggen dus dat je niet genoeg gel hebt gesmeerd op die plekken. Dus dat ga ik nu doen. Zo. Oh, dit gaat wel, ja. Het is te weinig gel.
Oké, nou, ik ga dit maar 5 minuten elke dag doen. Ik zie vanzelf wel hoe en wat. Nou, we zitten eindelijk in de auto. 2 uur laatst, of nee, 1 uur laatst dan gepland. Het is zo niet normaal. Ja, vroeger, toen iedereen zei van, iedereen met een kind zei altijd, oh mijn god, wat je allemaal wel niet moet meesjouwen als je ergens naartoe gaat met een kind. En ik dacht echt, hoezo? Je neemt gewoon een paar luiers mee en een paar rompertjes mee en je bent oké. Okay. Maar dat is echt niet zo, hè? Nee, dat is echt niet zo. Hey, Nietje. Hi. Ja. Allemaal voor jou. Je hebt zoveel spullen. Je hebt meer spullen dan mama. Echt niet normaal. En normaal gesproken, geloof het of niet, ik nam gewoon letterlijk een klein koffertje mee voor al mijn make-up en haarspullen en maskers en weet ik wat allemaal. Nu heb ik letterlijk gewoon zo'n klein toilettasje mee van die ik van Huda heb gekregen met wat allemaal spullen erin gedropt met mijn kwast die nog niet schoon zijn. Ik weet niet meer wie ik ben. En nou ja, echt niet normaal veel spullen. En we komen er ook echt achter dat onze auto echt te klein is, vind ik. Met als je nog een kinderwagen erin doet en een koffer, ja, dan is het gewoon echt helemaal vol. We hebben zelfs alles ook nog eens gepropt en zo. Dus ik zie eruit. Maar goed, Namiek Nieuws. Ik hoop dat we alles bij ons hebben, want ik heb nu wel minder focus ingepakt dan normaal. Ik wil nog wat zeggen, maar ik ben het even kwijt. Ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Nou, zo be het. Nou, wij zijn er en eigenlijk is het wel heel lekker weer, maar heel veel wind. Dus ik dacht, ik ga jullie even een kleine tour geven. Het is trouwens niet gesponsord, ook niet gekregen, maar gewoon heel fijn. Nou, hier heb je een klein keukentje. En dan inlichting is ook echt heel leuk gedaan. Hier de badkamer. Met lekker vloerverwarming, lekkere douche. En dan heb je hier het bed. Ziet er echt heel leuk uit en heel chill. Hier een babybedje te schatten. Ze zei dat Roman de eerste baby is die hier gaat slapen. En dan hier lekker veel lichtinval. Hier een klein zithoekje met roodje. Heb je hem zo gemist gehad? En dan hier kan je nog even buiten chillen. Echt heel leuk. TV kan je ook zo draaien dat je het vanuit je bed kan bekijken. Vinden wij erg fijn. Jochie. Die weet helemaal niet meer waar we zijn. Je bent net wakker, hè? Schatje toch. Dus ja, dit wordt ons verblijf hier voor dit weekendje. Heerlijk uitwaaien, Zandvoort. We mogen nergens binnen zitten. Dit is niet echt wat we van gepland hadden. Ik weet niet wat jij in je hoofd had, maar dus we zijn 2 keer naar boven en naar beneden geweest. Honger en auw. Het zand doet ook nog vet pijn. Dikke vet scrub. Nou ja, een beetje naar veel. Maar hey, we gaan alsnog genieten. We proberen alsnog wat gezelligs van te maken. Het zit helemaal in mijn oog. Oh, je moet die mensen gaan filmen, dat is zo. Wij hebben lekker sushi besteld. En groenten. En van alles nog wat. Yummy. Echt heel leuk hier. Echt cozy, hè? Lekker cozy. Hey, cozy. Oké, nou, ik ben even kus. Olaplex nummer 8 aan het smeren in mijn haar. Freaking veel mega haar uitval, maar ik ga dat gewoon proberen te negeren. Voor zover dat kan. En echt, ik doe het niet op schoon haar. Het moet eigenlijk op schoon haar, maar ik doe andersom. Ik slaap hier gewoon mee en dan was ik het morgen ook weer met Olaplex. Ik ben echt mega groot. Echt, niks is gesponsord door Olaplex. Maar I love it so much. Echt niet normaal. Echt, als je twijfelt, nummer 8 zou ik nog eerder doen dan nummer 3, denk ik. Want nummer 8, ik weet niet, laat echt een hele mooie glans achter. Misschien kan je het niet echt met elkaar vergelijken, maar echt niet normaal, nummer 8. I love Olaplex so much. Het is echt worth the hype. Niet mega goedkoop. Ook niet mega duur. Je hebt echt duurdere merken, maar echt wel very nice. Nou. Zo. Dan nou kun je doen. Oh ja.
Nou, ik wou het nu face ook meenemen. Daar dacht ik, maar ik heb echt geen zin om de hele routine hier te doen. Maar nu heb ik alweer een beetje spijt eigenlijk. Even zo. Dan ga ik hiermee gewoon slapen. Voor zo'n hoge knot. En die inhammen gaan we ook heel gauw negeren. Ik heb wel het gekocht trouwens van The Ordinary. Was echt, weet ik veel, 8, 9 euro. Of 12, ik weet het eigenlijk niet meer. Maar ik was iets aan het zoeken voor mijn haar. Maar een soort van, ik had geen zin in olie. En zo kreeg ik zoveel DM's. Heel lief wel. Met producten aanbevolen voor zwangerschap, zeg maar, haaruitval. En toen las ik iets over Olaplex. Of nee, oh jezus. Toen las ik iets over The Ordinary. En een soort van serum. En dat smeer je dan zo, zo bij je inhammen. En nou, overal waar je dus een soort van kaal wordt. En dan groeit het waarschijnlijk iets sneller terug. En je hoeft het ook niet altijd uit te wassen. Want het is gewoon een soort van serum. Het is niet een olie of zo. Dus het kan gewoon in je haar blijven. Dus dat leek mij erg fijn. En ik zie dit toevallig. Hij is wel Roman. Maar je hebt zo'n soort van, ja, eigenlijk precies dezelfde brush. En dat mensen aan dry brushing doen. Dat ze daar blijkbaar een hele mooie huid van krijgen. Maar als je er ervaring mee hebt, let me know. En dat was hem eigenlijk. Echt chill hier. Ook al is het niet zo heel lekker weer. Ik vind het even fijn. Het wil even ergens anders zijn. Even, snap je? Maar ja, anyways. Laura Mercier lip balm. En als een kleine slaapt, dan ga ik straks lekker mijn skincare en zo doen. Deze man heeft gewoon een hele watermeloen. Wel lekker. Eerst doen we niet. Nee, gaat wel gaan vreten, doen we niet. Ik ga straks een stukje van die mensen geven. Echt zo lief. Ga je zeggen dan hier heb je water bij? Wij zijn lekker thee aan het leuten. Hij ligt aan het slapen. En ondertussen zijn we Ferry aan het kijken. Ferry. Het is weer iets veel te laat. Maar ik ga nu pas slapen. Maar ik moet morgen wel 2 campagnes opnemen. Ik hoop dat het lang gaat duren. En ik zie het morgen wel weer. Morgen trouwens echt nog steeds echt shit weer. Overmorgen ook. Maar het is wat het is. Good morning. Het is vandaag. Oh, leuk. Vrijdag. En het is volgens mij iets van 9 uur, maar we zijn eigenlijk al lang wakker. En Ahmed is weer chef aan het uithangen. Allemaal lekkere dingen. Jij bent ook wakker. Hij heeft eigenlijk wel goed geslapen. Doet, doet. Hé. Hey. Hé. Hey. Pies heeft hem omhoog geduwd. Oh, zo lekker. Liefste. What do I do with that you? Tea? Yes, very much. Nou, koffietje mag ik straks ook wel, want energie heb ik wel nodig. Zaterdag is het vandaag en ik ben, zoals je ziet, heb ik me al opgemaakt en ik ben even mijn haar aan het doen voor een campagne. Ik ga dit even snel afmaken voordat Ahmed en Roman terugkomen. Hallo, gele room. Hallo. Jongens, het is zo lang niet gehad. Voor mij is het zo lekker. En? Nee, niet lekker hoor. Speciaal. Oké, oorlog of speciaal? Let me know. Speciaal. Wij zijn inmiddels weer thuis. Nou ja, niet thuis, maar in ons Airbnb'tje. En eigenlijk lag het bed echt heerlijk. Maar we sliepen echt laat. Ik kan sowieso niet zo heel snel in slaap vallen ergens anders. En hij sliep op zich wel goed, hè? Zo, nou ja, goed. Gewoon. Huh? Ja, dat is waar. En klopt, maar goed, we hebben dus niet heel veel geslapen. Maar het bed lag wel echt fijn. En de gastvrouw is ook echt niet normaal lief. Echt niet normaal, super schattig. En wij hebben bij Far Out? Far Out. Far Out, gereserveerd. Daar gaan we straks even heen. Gaan we bij het strand eten. Dan kan je een soort van half buiten zitten, half binnen. En dit zit eigenlijk. Oh ja, ik heb deze witte chocolade geprobeerd. M&M's wit, white chocolate filled. Ik vond hem tegengevallen. Jij ook, hè? Beetje meh. Maar
Maar ik heb nog wel dit. En dat vind ik erg lekker met een kopje thee. Deze lekker met een kopje thee. Je hebt nog veel meer. Ja, maar echt. Dikke, vette cheesy. Voordat ik hier naartoe kwam, dacht ik nog in de auto van... Nou, ik ga nu gewoon volwassen zijn en gewoon discipline hebben. Dan ga ik me zo goed voelen als ik maandag weer terug ga en denk... Van, hé, ik heb best wel op mijn eten gelet. Een volwassen uitje met ons kind. Toch? Zo van, ja. Een kind nu. Een moeder, ik ben verantwoordelijk. Verantwoorde moeder. Ja. Lekker slijm. Nou, het kan ook niet anders. Ik heb een biefstukje. Friet ziet er normaal lekker uit. Ons tweede friet van vandaag. En jouw ribeye. Ik moet zeggen dat jouw eigen ribeye er lekker uitziet. Maar we'll see. Bon appetit. Dag. Ja, was voor de mensen die horoscopen zo onzin vinden. We keken de docu van Snelle op Netflix. En ik keek en ik keek en ik keek. We hebben aflevering... Wat eigenlijk? Nou, weet ik niet, maar in ieder geval... Ja, oh, ze mag in aflevering. Ze is één lange, oké. Okay. Nou, tegen het einde aan. En toen werd hij een beetje omschreven door zijn vrienden. En toen zei ik... Check eens even zijn verjaardag, want het zou me niks verbazen als hij een weegschaal zou zijn. Eerst had Ahmed googelt, dus weegschaal. Horoscopen zijn no bullshit, toch? Ja, ik denk, Nou, anyways, ik vond het gewoon heel, heel knap van mezelf. Ja, mama is even heel trots op herzelf. Mijn kleine steenbok. Mijn steenbokje. Boe, mijn steenbokje. Nou ja, dat wilde ik dus even kwijt. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. En we hebben weer best wel geslapen. Tenminste, we zijn best wel heel erg moe. Deze is nu echt heel erg moe. Dus we gaan hem zo even in de autostoel doen. Hopen dat hij slaapt in de auto. En dan gaan we denk ik richting Amsterdam. En nu begint het zonnetje te schijnen. En ik moet zeggen dat deze plek echt, echt heel fijn is. Maar... Ik zou hem niet boeken, maar je denkt echt wel dat het eind mei lekker weer is. Maar ik zou hem niet boeken wanneer het gewoon geen lekker weer is. Dus, en anders is het echt helemaal top. Want hier binnen is het echt toppie. Alleen ja, er is gewoon niet heel veel te doen omdat er gewoon heel veel wind is en regen is. Het ziet er nou uit alsof het vandaag wel lekker is. Dus we gaan naar Amsterdam en gewoon een beetje winkelen denk ik. Voor zover dat kan met al die mensen in de rij. En ik denk dat Ahmed nog een paar winkels in gedachten had. En dat zit eigenlijk, maakt het ook echt best wel meer moe en moe wordt. Dus ik heb daar zo'n espresso shotje liggen. Die ik ga innemen. Echt niet lekker vind. Maar puur voor de functie. Weet je, Sachie? Met je winkies. Ik vind het zo grappig dat een baby zulke dikke wenkbrauwen heeft. En hij gebruikt ze ook gewoon echt met... uitdrukkingen, zeg maar. Ahmed zat al de hele weg te zeiken over of ik genoeg luiers bij me had. En ik zei, ja, ik heb er 12 of meer. Je moet niet zo panieken. Hè? Je zegt tegen mij, je moet niet zo panieken. Ja, ik zei, je moet niet zo panieken. Komt goed. En toen zei hij, elke dag zei hij, heb je wel genoeg? Heb je wel genoeg? Ik zei, ja, ik denk het wel. Maar eigenlijk dacht ik volgens mij niet. Maar zei ik niet. En toen was vandaag ons laatste luier. Dat is natuurlijk niet genoeg. Toen zei ik, ja, we gaan gewoon even luiers halen. Toen ging hij even naar de auto en haalde hij even wat meer luiers. Toen zei ik wist dat je niet genoeg zou hebben. Je wou me gewoon even laten voelen. En, hoe voelt het om champion altijd te zijn? Zoals altijd. Nou, Ahmed is mooi geslaagd bij Arkit. En ik vind de koffie er altijd heel lekker. En een lekker sticky bun. Oh, yummy. Rara, wat heb ik besteld? Oh, als vegan zit kijken. Nou, dit is mijn derde biefstuk. Achter elkaar. En Ahmed heeft Turkse allemaal. Heel lekker. We zitten bij Olijfje trouwens. Olijfje. Mijn god, ik ben zeker 2 uur bezig geweest om hem in slaap te laten krijgen. Hij slaapt eindelijk. En ik ga hierbij op de vlog afsluiten. Ik heb eigenlijk net misschien het bijzonderste vermeld, behalve dat we terug zijn. En dat ik echt een leuk dagje heb gehad. En ja, dat we ondanks het weer eigenlijk wel een leuk weekendje van hebben kunnen maken. Lekker lippenbalsem. Dat zou ik nou kunnen zeggen. Ik heb zoveel onzin gegeten dit weekend. Echt niet normaal. En ik heb ook nog worteltaart gehaald van de 3 graven. Die is zo lekker. De red velvet is ook lekker, maar die worteltaart is nog lekkerder. En de hele tijd dacht ik, ik moet het even delen in mijn vlog. Vet random. En ook waarschijnlijk
alle moeders zullen het oneens met me zijn. Maar ik vind die Studio Nose tassen, die luiertassen, vind ik wel zo onhandig en irritant. En heel fijn voor als je bijvoorbeeld heel veel dingen wil meenemen of als je boodschappen wil doen, dan is die echt heel fijn. Maar gewoon echt als luiertas, jongen, dat ding, dat is gewoon zoeken in een doolhof. Ik word helemaal gek iedere keer. Iedere keer denk ik, ik moet even een andere luiertas, maar ik weet er even niet zo goed wat voor. Want ik wil ook niet zo'n hele suffe, mega praktisch. Het moet wel een beetje leuk zijn. En ik vind designer luiertas vind ik dan ook wel weer too much. Dus ja, ik zoek gewoon iets wat een beetje leuk is en praktisch is. Nou goed, anyways, even random. Dus, maar ik dacht de hele tijd, ik kan toch niet de enige zijn die dat vindt. Maar goed, ik ga even een theetje voor mezelf zetten. Deze vlog editen voordat ik weer moet gaan voeden. Maar echt een leuk dagje gehad vandaag. Ja, ik deze week wel heel erg moe geweest. Alleen maar geprobeerd om hem in slaap te laten krijgen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie volgende week weer. Doei!